Leon is al helemaal in extase. Die is helemaal de toerist. Van Angela. Wie? Familie van Angela. Het is echt een te geëngageerde grap voor Gamersnet. Hey Leon, wat gaan we doen vandaag? Ja, we gaan een beetje lekker, gewoon lekker de toeristen uithangen. Lekker sightseeing, lekker. We gaan nu eerst de Hollywood Walk of Fame kijken. Daar staan we nu op, kijk. Bij het, ja, precies. En we gaan een foto maken bij het Hollywood sign en daarna gaan we naar Universal City, heet dat volgens mij? Ja. Gaan we daar naartoe. Dus wat is daar dan? Het pand van Adem vandaag. Nou, vooral heel veel nerdy geeky stuff. Dus dat is eigenlijk precies waar we zitten te wachten. Yay. Ja, ook heel tof, ik zie die camera steeds. Ja, leuk. En dan moet je nu gaan lopen. Leon, hoe gaat het met de zoektocht? Ja, het is niet echt een hele vruchtbare zoektocht. We zijn op zoek naar Kiefer Sutherland. Want Leon is heel groot fan van Kiefer. Hij is de wereld. Ja. Maar hij is er gewoon, ja, hij is er wel. Maar hij is er wel. Hij zal ergens weggemoffeld zijn. Zoals zijn hele leven al wordt weggemoffeld. Gemeen, hè? Door de wereld, door Hollywood. Ja. Oké, okay, nou, we zijn nog even aan het zoeken. Ja. Het is echt de meest toffe 3 uur uit mijn leven, hoor Leon. Niet, dit is niet gerepeteerd. Hij is gewoon hier. Kijk dan. Vet zelfje. Mag ik er ook op? Vooruit, je mag er ook. Yes. Nou, missie is geslaagd. We staan op de foto met Kiefer Sutherland. Het volgende vliegtuig naar Nederland vertrekt over 3 uur. Dus als je nog snel door kunnen we. Nee, de volgende stop is Universal City. En daar is de meest geeky ding. En dan hebben wij een soort van weddenschapje met elkaar. Ja, precies. Dus dat wordt episch. Het wordt episch. Het wordt een strijd zoals je die zelf ziet op de Nederlandse televisie. Ja. Ik weet niet hoe het voor elkaar krijgen, maar alleen hier elke keer als we ergens gaan middag eten, komen we weer terecht in een soort van burgertent. Helemaal, dat is pas de tweede hamburger die we eten deze week. Ja, maar dat is steeds de dingen die mensen zien. Ja, dat is wel waar de mensen, dit zijn wel de dingen die we filmen. Ja, we zijn even bij een burger joint. We zijn bij de Citywalk in Universal Studios. Dat is een winkel staan met alleen maar geeky nerdy dingen. Echt super vet. Daar gaan we straks heen, maar we moeten eerst even tanken. Oftewel, hamburger baby. En milkshakes. De buikjes zijn rondgegeten, we hebben een fucking lekker hamburger op. En we zijn er klaar voor, Universal City. Het is één grote straat met alleen maar winkels met geeky shit. Nou gaan wij helaas verhuizen in juli naar het nieuwe G&HQ. En dan hadden Leon en ik een toffe challenge bedacht. Wie kan voor $10 het tofste goodie scoren wat het nieuwe G&HQ nog epischer maakt als we al denken dat het gaat worden. En dat is eigenlijk een challenge die we straks gaan doen. Dus we gaan straks allemaal winkeltjes bekijken. Nou, we gaan kijken wie het tofste kan scoren voor slechts $10. En als je het omrekent, is dat 50%. Hoe vet was dit geweest? Het is 2 keer zo duur, het is $20. Als we botten leden, dan kunnen we het gewoon meenemen. Dan doen we scheuren door de hel. Nee ja, $10 is wel weinig voor dit soort winkels. Ze hebben wel echt hele vet winkels. $15. Ik had echt gewonnen. Nee? Nou echt, als we hier nog niet gaan slagen, gewoon Things from Another World met comics en allemaal geeky dingen, echt nou, voor $10 moet je toch wel wat vets kunnen geven. Het is zo kut man, er is tegenwoordig gewoon geen normale figurine meer te krijgen voor minder dan $10. Het is echt, tegenwoordig, het is zo duur geworden allemaal. Vroeger kocht je dit gewoon 50 cent. En nu $80, $59. Kan allemaal niet op. Die is wel vet. Het zijn cookie jars. Een cookie jar van Spider-Man. Voor $50 moet je wel ook vinden. Krijg je er nou koekjes bij? Het is eigenlijk te lief om dit te kopen. Het is E.T. met die ogen en dan... $10 te duur. Ja, hij heeft ook dan maar eens in. Ik heb niet zo, ja, sorry Leo. Oh, sorry Lee. Nou, leg terug. Dude, ik heb echt het perfecte van als mensen proberen in te breken. Ik denk wel serieus dat ik mijn ding heb gevonden. Het is gewoon zeg maar $8, er zouden nog $2 over ook. Het is gewoon een hulp. Hoe vet is dat? Het raakt is ook zelfs.
Dat is wel relaxed, want we zitten nu al te voetballen met van die tafel, van die tennisballetjes. Ja, precies. Dat schiet helemaal niet lekker. Ik denk dat ik deze ook nog gewoon kan raken. Dat is een beetje mijn beste. Awesome. Ook smash. Klopt. Voetbal leuk. Is het natuurlijk leuk, Leo? Het is niet echt nuttig. Vind je wel? Vind je het niet nuttig? Vind je het niet zo nuttig? Vind je lekker voetbal leuk? Het is niet echt nuttig, Leo. Nee. Wat echt nuttig is, is de bevakking van kringen altijd op alle tafels. Weet je wel? Het is echt super irritant als mensen hun glazen niet droog maken. Dus ik heb hier fucking met de Marvel Omnisatives. Met de oude comic books, de Spider-Man, Iron Man, Wolverine, The Thing, The Hulk, Captain America. En de oude versies. Hoe fucking dope is dit, Leo? Hoe fucking dope? Ik vind die van mij awesome. Oh, waar is het? Nou, het bestuit is gevallen. Peter heeft zijn, hoe zou je het noemen? Stukjes papier, karton. Dude, het is steen of zo. Het is keihard. Ja, het is ijzer. Peter heeft zijn massieve plastic en ik heb gewoon een super vette voetbal. En de vraag is, kijk, weet je, wij worden niet eens. Ik vind die van mij vet en Peter vindt die van hem vet. De grote vraag is, wie heeft er echt gewonnen? En daarom laten we jullie bepalen. Kortom, laat in de reacties eronder of op YouTube of op GameZetter. Gewoon achter wie jij vindt dat er heeft gewonnen. Is het de onderzetter, dat ook eigenlijk door als toiletpapier. Of de super vette Hulk voetbal met kambare haartjes. En dan is er nou nog één tip die ik jullie wil meegeven. Het gaat niet alleen om hoe ver het is, het gaat ook om zeg maar nuttigheid. Dat, ja, het is een kantoor. Dat verzint u gewoon te plekken. Nee, maar dat is wel waar. Dat is ook wat belangrijk is, een kantoor dat nuttig is. Dus hou daar rekening bij orde. Ja, maar eigenlijk...